In Rotterdam wordt massaal gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om gratis een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Volgens de gemeente lopen de wachttijden soms wel op tot twee uur. De gemeente vraagt iedereen die een nieuwe ID-kaart wil, via het internet eerst een afspraak te maken. Vorige week bepaalde de Hoge Raad dat er niet meer betaald hoeft te worden voor de identiteitskaart, omdat de overheid burgers verplicht om zich te kunnen legitimeren. De Rotterdamse Kunsthogeschool Codarts wacht het rapport van de inspectie van het onderwijs af over de vermeende chaos bij de schooladministratie. Medewerkers verwijten de school in een interne vertrouwelijke notitie dat studenten gemakkelijk vrijstellingen konden krijgen en studiepunten zouden hebben gekregen voor vakken die ze niet hebben gevolgd. Codarts zou dat met opzet hebben gedaan om zo de diplomabonus van afgestudeerde studenten versneld te kunnen incasseren. In de Dordtse wijk Krispijn is gisteren een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is volgens de politie niet in levensgevaar. Er is inmiddels ook een verdachte aangehouden. De steekpartij vond plaats op de Zuidendijk ter hoogte van de Jan Vetkade. Het slachtoffer is 40 jaar oud en komt uit Hoogvliet. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is niet duidelijk. Donderdag een prima dag met zonnige periode, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Het blijft in de hele regio droog. Er staat minder wind dan de afgelopen tijd. En het wordt zo'n 17 of hooguit 18 graden.